FC Groningen wint eenvoudig met 8-1 van Flevo Boys en bereikt zo overtuigend de laatste 16 in de strijd om de KNVB-beker. En dus kan FC Groningen trainer Erwin van der Looy na afloop niet anders dan tevreden zijn. Ja, zeker. Prima uitslag. 1-8. Natuurlijk altijd jammer van een tegengoaltje en we hebben nog wel wat kansen gemist. En ook in de uitvoering was het af en toe een beetje slordig, maar al met al prima avond voor ons. 1-8. Dikke uitslag. In de koker, dus wat dat betreft doelstellingen gehaald. De 8-1 overwinning is ook prettig in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd. Komende zondag om 16:45 in Euroborg tegen NAC. We hebben de laatste tijd natuurlijk niet al te veel doelpunten gemaakt. En nu hebben we zaterdag bij AZ 2 gemaakt en nu maken we er weer 8. Dus dat doet altijd goed. Ja. Hebben de jongens dat ook nodig? Dat ze even zichzelf kunnen laten zien dat ze wel kunnen scoren? Nou, ik denk dat voor iedere spits lekker is als hij scoort. Want de Leeuw scoort ze sowieso wel makkelijk. Dat heeft hij vandaag weer laten zien. Maar ik denk dat die eerste goal van Danny was natuurlijk ook een prachtige goal. En dat breekt dan meteen de ban. Nou, dat is voor hem weer een lekker gevoel. 2 keer achter elkaar scoren. Want Hoessen scoorde niet alleen tegen Flevo Boys. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn eerste competitiegoal voor FC Groningen tegen AZ. En toen viel een last van hem af. Ja, klopt. Er had veel over gesproken dat ik geen goals maakte. En zaterdag ging hij er wel in, dus dat was lekker. Ja. En dan een paar dagen later gaat hij er weer in? Ja precies. 2 goede voorzetten, zaterdag ook en nu ook. En, dan moet je als spits op de goede plek staan en binnenwerken. Tegen Flevo Boys raakt Hoessen in de tweede helft geblesseerd en wordt hij uit voorzorg gewisseld. Ik heb last van mijn knieholte, dat is eigenlijk al een weekje. Dat is een soort van irritatie. En dan, als mijn knie warm is, dan gaat het wel. Alleen zo net na de rust, dan stijft het heel erg op en dan heb ik heel veel pijn met lopen ook. De verwachting is dat Hoessen er zondag tegen NAC wel gewoon bij kan zijn. Morgen even kijken met de medische staf en dan kijken of het geen problemen oplevert. Het duel tegen Flevo Boys was de wedstrijd van Michael de Leeuw. Hij scoorde maar liefst 4 keer en af en toe zeer fraai. Wat was nou de mooiste? Ik vond de eerste en de vierde vond ik mooi. De derde wil ik liever vergeten. Die was niet best ingeschoten. Dit is de derde. De penalty wordt in eerste instantie gestopt, maar uit de rebound weet de Leeuw wel te scoren. En dan gebeurt dit. De scheidsrechter keurt het doelpunt af omdat de Leeuw buiten spel zou hebben gestaan. Maar dat kan niet, want de bal kwam terug van de keeper. En dus is het een geldig doelpunt. Ja, ik denk dat hij niet had verwacht dat ik hem zo slecht binnen zou schieten. Of hij dacht juist, ik keur hem af omdat hij hem zo slecht binnen schiet. Dat kan ook nog. Met zijn 4 doelpunten heeft de Leeuw een primeur. Ja, is zo. Want de Leeuw maakte nog niet eerder 4 doelpunten in een officiële wedstrijd voor FC Groningen. Oh, ja, zeker. Ja, klopt. Ja, mooi. Mooi dat in een officiële wedstrijd 4 goals kan maken. Zo het team kan helpen. Maar goed, het belangrijkste is dat we door zijn de volgende ronde. Met de 1-8 van Johan Kappelhof evenaarde FC Groningen een record. Ja, is zo. Voor de derde keer in de historie wist FC Groningen een bekerwedstrijd op vreemde bodem met 8-1 te winnen. Serieus? Oké, dus dat is de hoogste score in de uit. Oké. Nou, mooi. Jammer dat we er nu nog eentje bij hebben kunnen prikken. Dat is dan jammer. Maar mooi dat het uiteindelijk zo makkelijk gaat. Uiteindelijk gaat het erom dat je in de volgende ronde zit. Dus dat is het belangrijkste. Na afloop vierde de Leeuw het bereiken van de volgende ronde met deze FC Groningen supporter. Dat is een jongen die een tijdje geleden via Make-A-Wish Nederland bij ons een training is komen kijken. De jongen die wordt behandeld voor iets. Wij willen die jongen gewoon nog een mooie dag bezorgen. Dus die is nu bij ons in de kleedkamer en die gaat straks met de bus ook mee terug.